nummers die een hart onder je riem steken. Want man, wat zitten we weer met z'n allen in een zware tijd. En gelukkig zijn er altijd nummers waar je op terug kan vallen. Wat dacht je ervan als we een stel BN'ers met elkaar doen en die laten we dan gewoon een nummer schrijven? Wat krijg je dan? Herrie. We kijken naar BN'ers die nummers opnemen voor het volk gewoon. En daar gaat het niet vaak goed. En je hebt er een paar uitgekozen. Ja, het zijn een paar parels. Veel herrie wordt er gemaakt. Schijnen als de zon. Oké, wat is dit? We zien, ja, iedereen is bij elkaar getrommeld. Kan je zingen? Kan je niet zingen? Kom er maar bij gewoon. En ze gaan gewoon zingen voor het volk, omdat we het zo zwaar hebben. Dat is knap, want maakt hij dit geluid nou? Je kan zeggen over Kenny B wat je wil, maar hij kan verdomd goed een gitaar nadoen. Dat is waar. Maar hij komt ook regelmatig in Twente. Dan doet Jeroen van der Boom zingen en dan doet Kenny B doet de gitaar. Dat geeft wel een raar beeld, dat er staat Jeroen van der Boom zo, zeg maar, met Kenny B in zijn hand. Maar ja, het is wel leuk. En ik doe wat een ander van me nodig heeft. Hij heeft sowieso gesnoven. Hij doet ook alsof hij echt iets doet, maar hij zegt: in wat zijn we zielig? Ja, kom op, kom op, drankie, Gordon. Even drankie nou. Er is geen afstand tussen. Wat? Wat gebeurt er? Thomas Berger heeft even een WhatsAppje gekregen of die even een nummer kan opnemen. Thomas, we zijn echt bezig met een scheidnummer. Weet ik veel, dan zullen die tokkies van het normale Nederlandse volk vast leuk vinden. Maar ik krijg ook steeds minder zin om naar de kroeg te gaan en ik krijg steeds meer zin om lekker thuis te zitten. Ja, die lockdown is misschien toch wel lekker. Het is misschien wel goed ook. Ja. Oh, dit is niet best. Ik vind het oprecht jammer, jongens, dat sinds kort de dislike-knop, dat ze die hebben uitgeschakeld op YouTube. Je kan niet meer zien hoe vaak iets is gedisliked, maar ik kan me voorstellen dat dit meer dislikes heeft dan likes. Ja, daar gaan we wel vanuit, ja. Wie is dat? Dries Roelving? Dat is Driesje, ja. Driesje. Als ik van iemand een hart onder riem kon gebruiken, dan was het Dries Roel, vind ik wel. Ja. Laat de wereld zien hoe het kan zijn. Oh, Jeroen! Ja! En Patricia Pai. En deze twee van dat ene meme-plaatje wat je 100 keer ziet. Ja. Daar lijkt het wel een beetje op als ik daar zo naar kijk. Wie zijn dit eigenlijk? Ik heb geen idee. Even kijken, wie zit er tussen? Wat hebben we hier allemaal? Dit is een soort BN'er bingo. Als we ze herkennen, kunnen we ze wegstrepen. Maar we gaan geen prijzen pakken vandaag. Nee, ik ken echt niemand. Ik herken helemaal niemand. Als we schijnen als de zon. Ja, Zomer van Zoe. Tuurlijk. Het zijn allemaal niet BN'ers, maar het zijn een beetje... BBN'ers. Bijna bekende Nederlanders. BBB'ners. Boerenburgerpartij. Dat is kut. Ik vind dit gewoon een slecht initiatief. Ik vind de boodschap niet goed. Ik vind het bij NS niet goed genoeg. Jeroen van der Boom zorgt ervoor dat het geen F is. Maar het is een tier G. Ja, tier G. Vind ik van goed. Gordon. Tier G van Gordon. We gaan echt omlaag. Dan gaan we nu zo met de hand in de oude doos. En wat halen we eruit? Artiesten voor Azië. Wat ziek. Waar is dit voor? Was er iets in Azië? Er was een tsunami. En die mensen hadden het echt heel zwaar. Die had het echt heel zwaar, letterlijk. Ja. Maar was die tsunami, was dat nadat Terror Jaap van die duikplank afsprong? Ja, dat was 2 dagen daarna. Het meeste wat Terror Jaap kan doen, is toch wel even erbij komen om sterkte te wensen, toch? We kunnen ook een soort van korte bingo maken van BN'ers die we waarschijnlijk langs zien komen. Ik doe er 3, gewoon 3. Guus Meeuwis, Marco Borsato, Jan Smit. Ik denk, Fish. Terror Jaap, ja. Glenn Helder. Ja, dat een bijzondere bingo kaart. Moeilijke, maar ik vind wel, als er 1 iemand komt, dan heb ik gewonnen. Ja, oké. Een oceaan van verdriet. Marco. Ja! Ja. Bingo. Marco hebben we al goed. En Marco... Een oceaan van verdriet. Heeft hij de griep of zo? Ja. Hij zweet als een otter, onze Marco. Die is natuurlijk helemaal van zijn apropode wat in Azië is gebeurd. Hij zei nat van wat er in Azië is gebeurd. Maar toch. Ik wil niet zeggen
dat ik alle goede doelen steun. Dat is ook een mooie openingszin, weet je wel. Ik wil niet zeggen dat ik een racist ben, maar... Ze hebben het ook vertaald naar het Spaans, zodat ze de Azië ook snappen. Ja, tuurlijk. Want in Azië spreken ze Spaans, hè. Waarom? Bijvoorbeeld in... Nee. En ook niet dat... Ja! Die drie namen die ik noemde, zijn zo 2012 gewoon ook. Ze zijn nog steeds wel relevant, hè? Dat is ook zo, maar toen gingen ze echt. Stonden ze altijd in de top 40, nu niet meer, weet je wel. Ik bedoel, stel je voor dat Guus Meeuwis een TikTok-hit maakt. Vraag of ik zin heb in een sigaret. Het is 2 uur 's nachts, we liggen op bed. En ook niet dat ik arme mensen altijd ondersteun. Ik wil niet zeggen dat ik geen racist ben. Ik wil niet zeggen dat ik mijn belasting betaal. Maar ik wil wel zeggen dat ik heel veel respect heb voor de zorg. Oké, Guus ondersteunt dus geen arme mensen. Dat moet duidelijk zijn. Ik wil niet beweren dat ik zelf nou zo heilig ben. Dit is die van de BBB, hè? Ja, Caroline. Maar toen had ze nog een permanentje en had ze de rare blond geveren. Komt Jan Smit nog? Dat is een goeie. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is jouw bingo kaart misschien niet heel. Komt Fish nog? Ja, die komt sowieso. Ik zal niet doen alsof ik bezig ben met kwaad en dood. Ja! Fucking hell, ja! Woe! Is er iets? Ja! Wat denk je? Bingo! Ik zal niet ontkennen dat het lekker gaat. Verdien goed mijn brood. Hij verdient goed zijn brood. Dat is ook lullig. Dan zit je dus in al die ellende en dan hoor je al die BN'ers zeggen over hoe kut ze eigenlijk wel niet zijn. En hoeveel geld ze wel niet verdienen. Ze gaan flexen, ja. En vaak komt er dan een rapper en die komt even de vinger op de juiste plek leggen. Ja, dat klopt. Ja, want rappers die... Wacht even. Rappers flexen nooit. Nee, dus die dat is perfect voor nu. Voor een ander doel. De tsunami's de haan. Oh, brainpower! Kom op. Oké. Ah, en als er zoveel water is, waarom maken ze dan niet meer putten? Maar gast, dat is echt zo trouwens. Ja, wat doen ze moeilijk, man. Doet niks tegen het geweld, maar iedere mensen leeft het wel. Dus wordt een held en stort wat geld op Giro 555. Dus er is een held en geeft me geld. Mijn IBAN is NL23 Rabo. Ali, kom op even. Of is Giro 555, is dat... Nee, dat is natuurlijk wel. Dat is zijn rekening. Ja, dat is ook al is het maar een beetje. We doen dit voor de mensheid en dat weet je. Ja, de rappers die laten wel weer van zich zien. Die hebben het wel weer even uit het slop getrokken. Daar heb ik respect voor. Het klinkt een stuk beter. Maar alsnog, ik vind het smakeloos. Ik vind het een beetje disrespect naar die Spaans sprekende Aziaten. Ik geef dit nummer, omdat het zo'n disrespect is, tier F. Echt? Nou, Brainpower heeft voor mij gered. Goed, ja. C. C. Nee, nee G. Nee, H. Nee, A. Nee, dit is triest. We maken er een tier D van. Tier D, oké. Dat vind ik tier D. Ja, oké. Okay. Gaan we nou naar het koningslied. Het concept daarachter snap ik nog niet helemaal. Ach man, toen voelde ik me echt verbonden. Respect voor de zorg trouwens, hè? Ja, zo zie. Even applausje voor de zorg, hoor. Ah, dat was Beatrix, hè? Maar Beatrix heeft ook wel zorg nodig. Ja, respect wel. Ja, respect. Die begint toch echt wel richting de dementerende fase te gaan. Heb je iemand ooit zo tevreden, zelf ingenomen, de accordeon zien spelen? Alsof hij hier zit van, holy shit, dat was wel een goede accordeonline was dat hoor. Ja. Ik raakte wel lekker trouwens. Oh. Die man staat op het punt om van de brug te springen. Ja, inderdaad. Heel tevreden. Marco zingen, daar sta je dan. Ja, dan spring je zeker. Daar sta je dan. Nu weet ik het zeker. Daar sta je dan. Dat ooit echt zijn. Na na na. Eén strijd, twee levens. We staan voor elkaar niet te breken. Hey, Frans, jongen. Dat is de meest vervelende Frans, denk ik, van heel Nederland. Maar wel de langste. Wel de langste, ja. Hou je veilig zo lang. Hey, Lee. Lee Towers. Je weet van de. Hey. Liep
vingers in de lucht, kom op. Twee van waardeloos. Twee van waarde waar we niet voor wijken. We leggen het droog en we bouwen dijken. Oh, dit is zo slecht, hè. We leggen het droog en bouwen dijken. Oh, dat is echt tandenhard, maat. Twee van worstelbrood, lekker eten. Nee, het gaat niet over Brabant. Ja, maakt niet uit. Brabant hoort toch ook bij Holland? Ja, dat is waar. Dat je respect voor hebben. Zullen wij Brabant lied maken? Oh, dat is ook een potentieel heel goed idee. Het Brabant lied. Dat heeft nog niemand gedaan. Nee. En dan beginnen we. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Je weet van billen. Je weet van bakken. Stamp op. Boom. Oké. Okay. Bam, bam, bam. De wegen van wakker. Stampot eten. Welke ongelofelijke debiel wordt wakker en haalt stamppot uit de koelkast? Dat ben je niet goed, man. Dat is niet Holland. Dat is, nee. Daar kom je ergens heel anders vandaan. Nee. TBS kliniek. Oh, dit is ook echt slecht, jongen. Het is ook echt gewoon in een kroeg. Mensen zitten door elkaar heen te schreeuwen en zo. En het klinkt nergens naar. En Willem-Alexander, want laks dat hij is, hè. Zo is hij. Ja, is wel goed zo. Flikker het er maar in. Dan zijn we er vanaf. Ja, Willem, zo kan ik het ook. Maar nu heb je gewoon een kutlied op je naam staan. Nou, hier wil ik het afsluiten. Mooie outfit. Ik vind het koningslied underrated. Ja, iedereen zegt van, oh, dit is echt het slechtste lied ooit gemaakt. Nou, dan zeg ik, heb je Antoon al een keer gehoord? Heb je Suzanne Freek wel eens gehoord? Heb je Snelle wel eens gehoord? Hoe is dit het slechtste nummer ooit gemaakt? Tier F. Je hebt ook nog tier G, hè? Dus dat is waar. De allerlaatste, de belangrijkste, want ze zeggen altijd, save the best for last. We hebben hier een nummer dat heet Samen Sterk en dat is een parodie by Fish. Ik heb het misschien vaak zat gezegd, maar Fishinator heeft mij geblokkeerd op Instagram. Dus die gaat er behoorlijk van langs krijgen, maar ik ben wel benieuwd wat hij heeft gedaan. En misschien overstijgt hij wat ik van hem verwacht. Dit even het idee, dit is vorige week uitgebracht, omdat we het weer in lockdown zitten met z'n allen. Ja. En Fish gaat normaal gesproken heel vaak naar buiten. Die zit zeker niet heel de dag binnen. En die heeft dan dit nummer gemaakt. Ik wil nu samen spelen. Hij gaat erin alsof het een carnavalshit is. Maar het is toch wel een beetje een tranky beat, weet je wel. Ja. Maar hij gaat schreeuwen. Zodat jij mij weer kan carryen. Carryen? Ja, dat is wel waar. Dat denk ik wel, ja. Hij heeft er een Nederlands woord van gemaakt. Delly heeft van carryen een Nederlands woord gemaakt. Carryen. Ik hoor je nu alweer reetsen. Het wordt te veel dat je zelfs nu lieft. Oké, dus hij zegt... Oh, iedereen is aan het ragen, want we moeten in lockdown. Er zijn zelfs mensen die lieven. Dus die man die van die brug afsprong, die bedoelt hij daarmee. Dikke rip trouwens. Ik denk dat mensen het serieus nog nooit zo hebben bekeken. Want iedereen lacht een beetje hierom. Hè. Vind ik vervelend trouwens. Dat is vind ik ook nummer. Vervelend. Ik vind het een goed nummer. Samen zijn wij sterker dan ooit. En nu help ik jou wel weer. Jij hebt dit niet verwacht. Dance mode on, doe de boekie heel de dag. Tot ik neerval in Weeping Woods. Skip wat toen gebeurde. Zie je dat? We hadden het niet eens door, nee, volgens mij. Maar ineens raakten wij in een soort van roes van saamhorigheid. En waren we samen sterker dan ooit. Verbroedering. Ja. Ik had het niet eens door, joh. Het ging gewoon helemaal vanzelf. Ik moet iemand een arm om hebben. Ja. Skip wat toen gebeurde. Skip wat toen gebeurde. Skip wat toen gebeurde. Oké. Dan skippen we de rest ook. Ja, als je dat niet wil. Nou ja. Als je dat wil. TS. Dear S voor Fishinator. Applaus. Deblokkeer mij. En dan krijg je misschien Tier Louis van Gaal, jongen. Alsjeblieft, deblokkeer mij gewoon. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je nu ook het gevoel hebt dat je er een beetje bij hoort. Laat het weten in de comments hoe verbroedend jij bent. Laat een like achter op de video als blijk van waardering. En abonneer. Want dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Veel belangrijker dan al die onzin in Azië. Ja. Tot de volgende keer. En de groeten. Kan ik hem dan uitzetten? Super. Ja. Oké, dus dan kun je weer racistische dingen zetten. Ik zeg oké, ik heb hem nu uitgezet. Hij staat uit. Ik heb dus echt een hekel aan.